in multiple myeloom, dus de ziekte van Kahler, zitten de tumorcellen met name in het beenmerg, dus in de botten. En in dat beenmerg hebben die tumorcellen ja, allerlei interacties met beschermende cellen. En door die beschermende interacties kunnen de myeloomcellen overleven en worden ze ook beschermd tegen allerlei vormen van therapie. Maar wat we ook weten is dat in het beenmerg en in het bloed zitten ook immuuncellen. T-cellen noemen we dat, of NK-cellen. En die immuuncellen die kunnen in theorie die myeloomcellen ook doden. Echter, de myeloomcel, de tumorcel, heeft allerlei mechanismen ontwikkeld om die T-cellen, om die NK-cellen plat te leggen, om ze te inactiveren. En momenteel, en dat heb ik ook verteld op dit congres, hebben we steeds meer manieren in handen, steeds meer nieuwe middelen in handen, die het immuunsysteem, dat zo platgelegd is door de kanker, om het immuunsysteem weer te reactiveren, tot leven te brengen. En op dit, in mijn presentatie heb ik het met name gehad over nieuwe middelen, die dus dat immuunsysteem weer reactiveren, zodat ze de tumorcel weer kunnen doden. Enerzijds hebben we antistoffen die al voor een groot deel goedgekeurd zijn en we dus buiten studieverband kunnen gaan gebruiken. Dat zijn onder andere elotuzumab en daratumumab. Die antistoffen binden op de tumorcel, binden aan de tumorcel en brengen daardoor het immuunsysteem weer richting de tumorcel. Andere stofjes die momenteel uitgetest worden in klinische studies, dat zijn de zogenaamde checkpointremmers. Checkpointremmers zijn ook antistoffen, maar die kunnen ook weer binden aan bepaalde remmende eiwitten op immuuncellen. En daardoor worden die immuuncellen weer actief. En als je daar een ander immuunstimulerend stofje aan toevoegt, lenalidomide of pomalidomide, dan krijg je ook hele interessante effectieve combinaties. En verder heb ik het op dit congres ook gehad over nieuwe middelen die ook alleen maar in studieverband nog ter beschikking staan. En dat zijn bijvoorbeeld antistoffen waaraan een heel toxisch stofje zijn gebonden. Dat zijn de zogenaamde antibody-drug conjugaten die heel specifiek chemotherapie naar de tumorcel kunnen loodsen. Ik heb het ook gehad over antistoffen met twee verschillende herkenningspunten. Het ene punt herkent de tumor, het andere punt herkent de immuuncel. En daardoor worden die twee naar elkaar toegebracht, waardoor ook de immuuncel, de tumorcel, weer kan doden. En tenslotte heb ik het gehad over een hele nieuwe vorm die nog volledig in ontwikkeling is. En dat zijn de zogenaamde chimeren antigeen receptor T-cellen. Dat zijn T-cellen die buiten het lichaam van de patiënt veranderd zijn, waardoor die T-cellen veel specifieker dan voorheen ook de tumorcel kunnen herkennen. En tijdens dit congres zijn er weer nieuwe updates verschenen over deze CAR-T-cellen die toch wel interessante en goede data lieten zien. Maar over de duur van die responsen en over de bijwerkingen moeten we in deze klinische studies nog veel meer gaan leren. Maar samengevat hebben we dus buiten studieverband hele interessante immuuntherapieën, effectieve immuuntherapieën die ook goed gecombineerd kunnen worden met andere bestaande middelen. En we hebben veel nieuwe middelen die nog met name in studies nu uitgetest worden bij patiënten met recidief terugkomen van de ziekte. En ik verwacht dat in de komende jaren immuuntherapie bij myeloom echt heel effectief zal gaan worden en hopelijk ook daarmee de overleving van de patiënten zal gaan verbeteren.